Nou, wij zijn hier in Workum en dit is een van de 11 steden. Ik voer hier in Workum een belevingsconcept. Dat houdt in een bed and breakfast, een gallery, een woon- en werkruimte waar ik ook kunstwerken laat zien die ik zelf verkoop op textiel. Als mensen hier binnenkomen zijn ze altijd positief verrast. Ze vinden het ontzettend leuk om hier door deze ruimte te lopen. Wat ik hier laat zien zijn oude meestersreproducties. Gedrukt op stof, zijn textielprints, wat heel makkelijk in een profiel geklikt kan worden. En tevens heb ik, ik noem dat de nieuwe meesters, dat is een Franse fotografe, op hetzelfde doek haar foto's geprint. Ze zijn gesigneerd en gelimiteerd, dus dan heb je echt een exclusief stuk in huis. Mensen die hier komen slapen, die verwelkom ik als vrienden. Ze slapen boven, ze krijgen het ontbijt hier. Dat is opgebouwd uit een kunstontbijt, dus het ziet er ook echt heel erg mooi uit. Het leukste van mijn werk vind ik de combinatie, het ontvangen van mensen uit alle werelddelen, het te laten zien van de kunst en het stukje beleving hier om hun ook te laten voelen van wat kan een kunstwerk in een ruimte doen. En daarom laat ik ook kunst in een woonruimte zien.